deze nu een video aan Polestar. Het is te vroeg. Het is allemaal donker. Ik ben ook wel een beetje moe. Maar het is tijd voor school om te gaan helpen. Dus we staan nu eenmaal klaar om te doen. Ik kan het eens goed zien. Dat is nog. Ja. Ik heb ook alles al klaargelegd om aan te doen. Maar het is toch nog voor mijzelf vroeg, vind ik. Maar ja, het is geen andere keuze om zo vroeg op te staan natuurlijk. Dus maak je ons stilletjes aan klaar om richting de school te gaan. Dus ja, verslag zie je dan straks. Dat zodat jullie weten, ik vlog natuurlijk niet op de school. Dus daarmee dat je dus pas iets later alles te zien gaat krijgen natuurlijk. Maar ik vind het wel leuk om er naartoe te gaan. Ik heb weer al gebroken, zeg. Weer al gebroken, niet goed, hè. Kijk, alles is er weer uitgevallen. Gelukkig niet die kommetjes. Maar je ziet, die lag hier op. En ik is gewoon wat eraf, dus... Ja, je ziet de scherven brengen geluk, zeggen ze, maar... ligt op de grond, dat is niet plezant. En hier is hij aan het... is het in de garage bezig eigenlijk met strijken. Dus daar gaan we naar de dierenarts. Maar ja, oh my god. Zo, het is tijd om te vertrekken naar de dierenarts. Ja. Het is niet goed met haar. Dus, ja. Zeker niet. Het is zeker geen lachertje wat er nu aan het gebeuren is. Dus, het is echt wel medisch. Niet verantwoord. Maar blijf de bankkaart. Godzijdank. Er is. Want. Ja. Want dan had er nog. Meer problemen gehad. Dus ja, ik had het pakje gehaald. Zo. We zijn weg. Mooi blijven zitten in mijn vin. Het wordt moeilijk om je te dragen. Dus. Wel een beetje stress om eerlijk te zijn, want het is toch nog altijd jouw kind dat je wegbrengt. Hier is het trouwens. En vorige keer waren we met de auto, nu niet. Dus het is wel een beetje spannend om eerlijk te zijn, om het allemaal te doen. Dus het is toch gewoon een beetje... Maar zo goed blijven zitten met Finn. Dus ik hoop dat alles meevalt. Ik hoop dat het alles goed gaat. Maar ik vrees ervoor, ik zeg het. Ik vrees er echt voor. Waarschijnlijk een operatie, denk ik. Daar ben ik wel zeker van. Zo open. Zo. Zo. We zijn er bijna. Ik denk dat we nog een paar minuten over hebben. Zeg. Denk ik. Ik weet het niet. Ik zou er wel goed bij met dat mondmasker als dat zit. Het is een hangster. Zij weer. Zo. Ik vind mijn vin. Nu zit hier alles. Dus we zullen eens gaan wachten. Hè. Ik sta nu weer in de wachtruimte, zoals je kunt zien. Mijn vin zit daar. Gaan wachten. Dus het is weer spannend. Zie je? Dan zie je het muffin dus in en zo. Een kontje. Ja. En het is gewoon een echtje te zien. Ja. Het is nogal rustig eigenlijk. Het valt nog mee. Dit valt nog mee. Kijk, je bent rustig, hè. Ja. Maar
Dus echt dus hier zo. En het is helemaal open eigenlijk aan een nekje. Dus dat is niet zo natuurlijk. Dus daarmee. Ik ga best doen een foto. Ja, het is verschrikkelijk. Het moet blijven. Ja, het is een grote etter. Die er is. En waarschijnlijk zullen wij ook nog moeten spoelen. Dus het is allemaal wat. En ik krijg een huidzwaard. Er zijn gewoon geen woorden voor eigenlijk op dit moment. Het is gewoon ja, te erg eigenlijk. Dus ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen eigenlijk. Dus morgen om 12 uur komen die terughalen. Ik ben al blij dat ze. Ja, ik bedoel eigenlijk dat er. Dat ze niet zo zeggen van ja, de keuze is erop. Als het dood is of zo. Dat al niet zo erg is. Maar het is altijd natuurlijk erg als je kind moet achterlaten. Dus ja, het is wel een beetje pijn eigenlijk. In een ander ziekenhuis, als dat je dochter is of zo, in een ziekenhuis, dan kan je daarbij blijven. Maar ja, in dit geval. Dat is wel anders natuurlijk, hè. Vonden jullie dit een leuke video? Dan zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En natuurlijk moet de kinderkamer nog een beetje verder worden ingericht. Die is nog niet helemaal klaar. Maar ik beloof, vanaf het klaar is, dat jullie zeker en vast een rondleiding krijgen. En het zal een goede rondleiding zijn. Dus nog eventjes daarmee wachten. Maar er komt vast en zeker een rondleiding op de kamer. Maar ik moet nog poses gaan worden. We moeten ook nog nadenken over de inrichting. Gaan we het bed zo zetten of niet? Dus er zijn nog heel veel aspecten die we nog moeten nabekijken. Maar ik ben wel blij dat ik je komen helpen is. Dus hopelijk vond je het een leuke vlog.